Lize De Vos, vandaag hier Wevelgem City tegen Rumbeke, topaffiche in die derde provinciale. Hoe liep het voor jullie? Goh, in het begin was het wel zo. Het was wel een beetje moeilijk. Allee, de eerste twee golven waren eigenlijk gezien op dezelfde manier. Ik denk in het tweede team dat we dat wel, dat we goed teruggekeerd zijn. Dat we zeker niet moeten onderdoen voor hun. Maar ook onze kansen had. Ik denk dat hier gerust gelijk spel kon zijn ook vandaag. Maar kijk, ja, het is 5-3. Het is aan ons om de volgende keer terug te pakken. Hè. Ja. Ik denk vooral in het begin, jullie komen te vroeg op achterstand, hè, om deze match goed tot het einde te brengen. Ja, het is dat. We proberen iets nieuws op min. En in het begin is het wat zoeken. Het loopt niet als dan hoe dat moet lopen. En dan zie je de eerste goal valt, de tweede ook. Dan wordt het nog 3-0 voor de team. Is het even een opdoffer, maar in de... In de kleedkamer echt een beetje positieve inzet getoond. En we zijn er goed uitgekomen in het tweede team. En ik vind zeker dat we niet aan moeten onderdoen. Ja, tweede helft, jullie winnen die met 2-3 in feite. Ja, het is dat. Allee, duurt het nog 10 minuten langer voor hetzelfde haal. Het was 2-5. Dus ja, dat is, ja. Ik denk niet dat we moeten treurig zijn omdat we hier verliezen vandaag. Ja. Jullie zijn van Club Ruslaar naar Rumbeke gegaan. Dat is totaal met een lagere reeks. Ja. Wat hoop je nog voor dit seizoen? Ik hoop dat we gewoon in die top 3 kunnen blijven. Met nu tegen de eerste verloren. De rest kunnen we zeker aan. Dus ik hoop zeker een tweede plaats. Ja.